Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een bloemenvideo voor jullie. En deze keer gaan we deze mooie roos maken. Het is weer een bloem waarbij je geen stansen of iets extra's nodig hebt. Deze keer alleen lijm, een schaar en een kwillingtoeltje of een pincet, net wat je in huis hebt. Ik vind ze altijd erg leuk om ze met boekpapier te maken. Maar het kan natuurlijk ook met wat dunner vouwblaadjes of met een dunner designpapiertje, net wat je leuk vindt. En ze zijn heel makkelijk. Maar wel ietsje meer werk dan we eerder hebben gedaan. Ik hoop dat je het leuk vindt, met me meekijkt en er misschien wat aan hebt. Laten we lekker beginnen. Wat ik nodig heb is 3 stukjes designpapier of in mijn geval boekpapier. Van 5 bij 5 heb ik gekozen en dan krijg je de bloemen in deze maat ongeveer. 3 vierkantjes dus en die gaan we eerst opvouwen. We beginnen met ze in een driehoek te vouwen. Even spieken of ik goed in beeld ben. Volgens mij wel, hè? Eerst in een driehoek 1 keer op te vouwen. Daarna een tweede keer. En dan een derde keer. Dan heb je dus een driehoekje. 1 van de smalle punten hou je vast. En je knipt een druppelvorm erin. Dus daar gaat een stukje van het vanaf. Dit is wat je overhoudt. En we knippen een puntje weg. Dit ga ik bij alle 3 de vierkantjes doen. En ik zie dat deze niet heel mooi vierkant is geworden. Dus die knip ik heel even bij. Dit is vierkant. Of driehoek, neem me niet kwalijk. Driehoek. Nog een keer. En voor de derde keer. 1 puntje hou je vast en knip er een druppelvorm in. En het dikke puntje gaat er ook vanaf. En bij de laatste opnieuw weer hetzelfde. 1, 2 en 3 keer. En weer de druppelvorm. En het puntje. Als je deze dan overvouwt, dan heb je een plat bloemetje. Als die open wil, plat bloemetje. Met een gat in het midden. Ik vind deze iets te recht. Ik wil eigenlijk liever dat ze wat meer deze vorm hebben. Dus ik vouw hem nog 1 keer opnieuw op. En knip hier even iets verder een druppelvorm erin. Zo. Dus we hebben 3 platte bloemetjes. Bij het 1 bloemetje knip ik er 1 blad tussenuit. Bij het volgende bloemetje knip ik 2 bladen ertussenuit. Dus op deze manier. En bij de volgende knip ik er 3 uit. Dus we hebben nu 6 onderdelen. 3 wat grotere en 3 wat kleinere. De grotere gaan we eerst 1 blaadje wat lijm op doen. En het andere buitenste blaadje plakken we daar bovenop. Zo krijg je een kelkje. Dat doen we bij alle 3 de grotere varianten. En omdat er steeds maar 1 blaadje meer of minder weg is, wordt die kelk steeds minder diep. Dan ga ik die van 3 blaadjes, doe ik een half blaadje met lijm. En die vouw ik, rol ik, net hoe je het noemen wil, tot een klein kelkje. En dat doe ik ook bij die van 2 blaadjes. Deze rol ik alvast een klein beetje voor om dat mogelijk te maken. Dus een beetje tussen je vingers oprollen. Openmaken en dan een half blaadje of ongeveer 1/3 van het blaadje
krijgt wat lijm en daar plak je die andere zo op. Dan ziet het er zo uit. Even een beetje aandrukken aan de binnenkant. En het laatste blaadje, die pak je of verkwillingtoeltje of een stokje waar je dan omheen kunt rollen. Of misschien met de punt van je pincet, net wat je prettig vindt en wat je in huis hebt. Die rol je op en dan doen we ook daar weer een beetje lijm op het randje. En die plakken we dan in een rolletje. Nou zie je, worden ze steeds iets groter. Dus we hebben dit kleine rolletje van 1 blaadje, dan die van 2, eentje van 3. Dit is uiteindelijk 4, 5 en 6. En op deze volgorde gaan we ze ook in elkaar plakken. Wat ik uiteindelijk wil doen is de blaadjes omkrullen. Dus dan kan je of je quilling tool of je pincet met wat je fijn vindt, kan je zo blaadje voor blaadje omrollen, waardoor het zeg maar dat roosjes effect krijgt. En dat is net een voorkeur, wil je dat voordat je ze in elkaar plakt of nadat je ze in elkaar hebt geplakt doen. Ik heb het bij deze steeds erna gedaan. Nu begin ik ermee kijken wat ik prettiger vind. Ik weet het niet precies. Het gaat allebei. En alle blaadjes die dus over, die rollen we op naar buiten. Door deze dingetjes is het bloemetje net iets tijdrovender dan de eerdere bloemetjes die we gemaakt hebben. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Dus soms is dat gewoon ook de tijd wel waard. En als je toch zo een hele stapel vierkantjes en dat zo lekker mee bezig bent, misschien voor de televisie, dan kun je ook weer een lekker voorraadje maken. Die je dan zo kan pakken als je een projectje af hebt en leuk wil versieren. Want een bloemetje doet het altijd goed, toch? Nee, deze wil niet. Zul je zien, de laatste en die zit dan dwars. Nou, wat we nu gaan doen is steeds in het kelkje van de wat grotere een beetje lijm doen en dan de kleinere erin plakken. Dus we beginnen met die van 1 in die van 2 bloemblaadjes, daarna die van 3 bloemblaadjes, daar gaan ze in. Vervolgens die van 4 bloemblaadjes. Ik doe dan wat lijm rondom het gaatje, daar raakt namelijk dat bloemetje of die blaadjes van de vorige elkaar aan. En hier in het gat zie je, piept het dan uit. Dus daar kan je het een beetje in aantrekken. Je zou al nu kunnen stoppen. Dan heb je een heel mooi klein bloemetje van 4. Maar ik vind het wel leuk om lekker door te gaan. Ik heb ze toch liggen. En dan worden ze steeds ietsjes groter. Nou, de laatste zit erin. En dan is onze roos van boekpapier is klaar. Schattig, hè? Je kunt nog zeggen, ik ga met die stress inkt het nog iets meer accent geven. Dan zie je nog beter die laagjes. Maar ik vind het een heel schattig bloemetje. Ik hoop dat je hem leuk vond en ermee aan de slag gaat. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!